Wij hebben het thema spiritualiteit gekozen. Maar wat is spiritualiteit nou precies? Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. De geest is in Latijn spiritus, vandaar dus het woord spiritualiteit. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten. Maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Dit is de schepping van Adam, geschilderd door Michelangelo, rond het jaar 1511. Dit werk is te bewonderen in de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. En het schilderij is vrij groot, zo'n 5 meter op 2 meter. In dit schilderij zie je letterlijk God die Adam schept. Maar als je beter kijkt, zie je Adam en God die elkaar proberen te bereiken. Als betekenis kan je zien dat Adam streeft naar het goddelijke en dat God eeuwig geeft aan Adam. Rond God zie je ook 12 personen, waarvan velen engelen zijn. Dit wijst op de menselijke ziel. En zoals de menselijke ziel zijn er ook veel verschillende soorten engelen. Dit werk is van Gerard David. Dit is een van de Vlaamse primitieven. Het heet Madonna met de paplepel en het is geschilderd in het jaar 1515. Je ziet op dit werk Madonna, of met andere woorden Maria, die Jezus de paplepel geeft. Door dit populaire werk wil Maria Jezus weergeven zoals de gewone mens en hen onherkenbaar maken als heilige. Het behoort dus tot het realisme. David heeft de bedoeling om mensen te laten stilstaan bij het leven van Maria en Jezus, om hen zo te proberen te bekeren tot het christendom. Toch zit het schilderij vol christelijke symboliek. De appel op tafel wijst naar de zondeval en het brood verwijst naar de eucharistie en het lichaam van Jezus. Dit schilderij van de Vlaamse primitief is dus zeer christelijk. En daardoor heeft deze met spiritualiteit te maken, net zoals het schilderij van Michelangelo. Dit is de denker, ofwel Le Penseur of Le Poète. De denker is een beeldhouwwerk van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Het is gegoten in brons in het jaar 1881. Het is een werk uit het impressionisme. Het beeld stelt een mediterende Dante voor. En Dante was een Italiaanse filosoof die vooral filosofeerde over de reis naar het hiernamaals. Dit is Manneke Pies. Manneke Pies is gemaakt door Hieronymus de Oude. In 1619 kreeg hij de opdracht van de stad Brussel om het beeldje te maken. Het beeldje is geïnspireerd op afbeeldingen van het Jezuskind, omdat hij met één hand een zegenend gebaar maakt. Het beeld is een afbeelding van een jongen, Julien, die volgens de legende plast tegen het huis van een heilige. De heilige was kwaad en vervloekte Julien met zijn bovennatuurlijke krachten tot het eeuwig behouden van zijn onbescheiden houding. Het beeldje deed vroeger dienst als fontein en noemde toen nog Petit Julien. Pas na 1695 werd het van grote waarde voor de stad Brussel. Nu staat het beeldje symbool voor de Brusselse folklore, de levensvreugde van de inwoners en hun capaciteit tot zelfspot. Het beeldje is 58 centimeter hoog en is uit brons gemaakt. Het is spiritueel, omdat de legende een spirituele bijbetekenis heeft met bovennatuurlijke krachten en heilige figuren. De eerste foto die je hier ziet is een van Miles Aldridge. Dat is een fotograaf uit Londen die vaak te werk gaat met zo'n soort foto's. Het werk heet Immaculé en is gefotografeerd in 2007. Er zijn meerdere versies van Immaculé, 1, 2 en 3, en dit is de eerste ervan. Al de Immaculés zijn dit soort genre. Ik denk dat deze foto zeer spiritueel is, die ziet duidelijk de geest van een vrouw. En ik denk vooral dat het gezicht en de lichaamstaal van de vrouw zeer intimiderend is. Deze foto is van Karel de Keizer, een Belgisch fotograaf die in Kortrijk geboren is. Hij is genomen in Congo in 2008. Het werk heeft niet echt een naam op de officiële site van Karel de Keizer, maar op zijn site staat het als Kostermansziel 2008, aangezien het genomen is in Kostermansziel.
De spiritualiteit is hier vooral de religie van al de mensen die staan te bidden. Maar de man in het midden spreekt toch vooral in het oog door zijn manier van bidden. Wij hebben twee films gekozen waarmee u het thema spiritualiteit misschien beter kunt begrijpen. De eerste film die we gekozen hebben is Walk With Me. Dit is een van de belangrijkste spirituele films van 2017. Deze documentaire of film schetst een beter beeld over de oorspronkelijk uit Vietnam afkomstige spirituele leider Thich Nhat Hanh uit 1926 en de leefgemeenschap Plum Village in Zuid-Frankrijk. 3 jaar lang zijn de 6 boeddhistische monniken en ook nonnen die daar wonen gevolgd en zo hebben we een beter kijkje in hun leven. Thich Nhat Hanh heeft een grote rol gespeeld in het verspreiden van mindfulness in West-Europa. Het is een film geworden waarin existentiële onderwerpen als acceptatie en bewustwording aan de orde komen. Het verhaal werd verteld door in 2015 een Oscar-genomineerde Benedict Cumberbatch. Het is een prachtige film, maar ook deze documentaire geeft u een mooi beeld over het thema religie en de spiritualiteit. De tweede film die we gekozen hebben is Hampi. Het is een Belgische kortfilm. Het gaat over een jonge Thomas die op spirituele reis is, maar hij moet die onderbreken door geldtekort. Dankzij de financiële steun van zijn vader kan hij een ticket nu kopen om terug naar huis te keren. Maar niet iedereen in zijn familie is blij dat hij terugkomt. En deze film was ook de winnaar van de juryprijs Kortfilm Festival in 2016. We kunnen concluderen dat spiritualiteit een populair onderwerp is onder kunstenaars. Er zijn diverse werken die allemaal op een andere manier te maken hebben met spiritualiteit. Spiritualiteit werd al gebruikt in de 15e eeuw en ook nu is het nog steeds een relevant thema. Bedankt.